Goeiedag, ik ben Mark de Veerman. Ik werk voor Pioneer en we staan hier op het proefveld in Sint-Lieve-Zessen. Ik wil u vandaag iets meer vertellen over de verschillen tussen dent en flint. De belangrijkste verschillen kennen jullie. Dent maïs geeft een beter verteerbaar zetmeel. Maar toch zijn er tussen flint en dent maïs ook nog tussentippes. We proberen die tussentippes aan te geven door een score te geven. Echte typische flintrassen hebben een score 1. Echte typische dentrassen hebben een score 5. En daar zitten een aantal tussentypes tussen. Bijvoorbeeld een score 3 ziet er ook al dentig uit, maar is nog absoluut geen 100% dent. Dus als we willen streven naar een dentras, zouden we toch liever de types 4 of 5 gaan verbouwen. Het is ook niet evident om in die types stabiele, goede, opbrengende rassen te creëren. Pioneer is daar al een hele tijd mee bezig, om dus in die types 4 en 5 stabiele rassen op de markt te brengen die ook goed ziektetolerant zijn en een goede jeugdgroei hebben. U ziet door de kolven af te schrapen dat er dus wel degelijk verschillen zijn in de verschillende types. Dit is type 1 met heel veel glazigheid, type 3 met een gemiddelde glazigheid en melig zetmeel en dan het type 5 met heel veel melig zetmeel. Dus let erop, als u een dentras wilt kiezen, dat u toch minstens een type 4 of type 5 gaat kiezen. Concluderend, wenst u een goede verteerbaarheid van zetmeel in uw maïskuil? Kies dan zeker voor de types 4 of 5. Pioneer heeft jarenlange ervaring in de veredeling van deze types. U kan gerust deze types bij Pioneer bekomen.